Hey allemaal, ik heb bij Bloompost een bestelling geplaatst voor mezelf. Ik kwam hen onlangs tegen, ik denk dat het op social media of zoiets was. En ik had gezien dat zij eigenlijk super toffe cadeautjes allemaal hebben om via de post te versturen. Nu, hier in België zitten we terug in een lockdown. Ik denk niet dat het in Nederland 100% zo is, maar bij ons is het wel. Dus ja, dit is eigenlijk wel een ideale manier om cadeautjes te versturen naar mensen die je graag ziet of die je mist of zo. En ik dacht van, weet je wat, ik ga er voor mezelf ook twee bestellen en kan ik zelf ook eens zien of ze echt leuk zijn en zo. En dan is het wel de bedoeling, hè, dat ik naar mijn ouders en misschien familie of zo, en vrienden, dat we misschien ook zoiets gaan sturen. Dus ja, ik ben eigenlijk super benieuwd. Ik heb twee setjes van hen besteld. Dit is een droogbloemboeketje. En ik heb ook nog een setje besteld met twee van die super schattige luchtplantjes en houders. En die heb ik eigenlijk puur besteld om hier mijn kantoortje een beetje op te leuken. Ik vind het in de lente en in de zomer echt fantastisch om heel veel bloemen te hebben. We hebben op zich niet zo heel veel bloemen in huis. Wel in onze tuin. Ik zet echt super veel dahlia's en rozen en ja, allemaal van die bijvriendelijke en vlindervriendelijke bloemetjes en zo. Dus ja, ik mis het nu heel erg. Ik heb nog een paar van mijn kosmosjes die aan het bloeien zijn. Maar voor de rest is alles hier, ja, begint het donkerder en donkerder te worden. Het is nu ook al om 4 uur of zo, of om 4:30 of zo, echt volledig donker. En ik heb zoveel behoefte aan, ja, terug meer kleur in mijn leven en allee, naast kleur ben ik ook nu weer super veel bezig met opruimen en die klutteren. Omdat ik echt, ik weet niet, ik heb zo ineens heel sterk die behoefte. Dus ja, ik kijk hier super naar uit om dit open te doen. Dit is dus het boeketje dat ik besteld heb. Dit is de bloemposie. Eventjes aan het kijken. Je kan ze dus gewoon verdelen ook over verschillende vaasjes. Nu, ik ben nog aan het zoeken naar verschillende vaasjes. Ik heb hier wel een paar toffe dingen staan. Het zijn eigenlijk lege martiniflesjes. Mijn vriend en ik, wij drinken niet. Maar wij hadden bij, ik denk Hello Fresh of Marie Spoon, een van die twee cadeauboxen. Ha, I wish. Van die maaltijdboxen die wij hadden, staken er van die mini flesjes om eens te proberen. En ik vond die flesjes eigenlijk zo schattig. Dus ja, die hebben we gehouden. En misschien kan ik ze daar insteken. Dus voilà, het ziet er zo uit. Het is gewikkeld in een bloeipapiertje. Ik ga het open doen. Ineens een kaartje voor een gratis wenskaart erbij. Super tof. Die ga ik misschien wel gebruiken als ik dan iets voor mijn ouders of zo zou bestellen. Oh, zie hoe leuk. Oh, zo fluffy. Oh, ik moet echt wel zien dat Maya daar niet aan kan. Oh ja, echt mooi. Top. Ja, oké. Okay. Die beginnen dus trouwens al een beetje te plushen. Ik ga kijken, want volgens mij heb ik nog een haarspray liggen die ik niet gebruik. Dat is trouwens echt een supergoeie tip die ik ergens gelezen had. Is om dit soort dingen en zo pampagras of pampasgras of hoe heet die dingen, om die ook even gewoon in te sprayen met haarspray. Want je ziet het, hij begint al flinke pluimen te verliezen. Oh ja, super tof. Dan ga ik zo meteen eens kijken hoe ik die ga schikken. Dus dit is het eerste setje dat ik besteld heb. En je ziet het, die doosjes zijn eigenlijk ook heel dun. Het zijn maar enkele centimeters, dus die kan je eigenlijk heel erg gemakkelijk in de brievenbus laten leveren. Dan de tweede doos. Dit zouden de luchtplankjes moeten zijn. Wat tof. Oké, dus die hoort dus hierin te zitten. Oh my god, dat zijn heel speciale plantjes. Oei, ja, het zonlicht begint te schijnen. Ik ga het even hier laten zien. Oké, leuk. Wacht, ik ga ze eventjes zo in het zonlicht laten zien. Dan zie je ze misschien een beetje beter. En er zitten ook twee grappige standaardjes in. Oké, eens kijken. Hè. Ze houden van licht, niet van felle zon. Ideale temperatuur is kamertemperatuur. Oké, handig. En besproei ze eens in de 2 weken met water. Oké, grappig. Zo tof. Het zijn luchtplantjes omdat ze hun voedingsstoffen uit de lucht halen. Het zijn ook een beetje luchtzuiverende plantjes. Nu, verwacht daar geen wonderen van. Hè. Maar ja, dat is dus wel een klein beetje het idee. Terug een kaartje voor een gratis wenskaart. Alright, die gaan we zeker kunnen gebruiken. Oké, ik ga die heel voorzichtig openknippen.
Dit is trouwens ook helemaal niet gesponsord of zo. Ik heb dit puur met mijn eigen centjes betaald, by the way. Deze even goed in elkaar zetten. Ik heb er nu niet de ideale polsen voor, maar oké. Zo. En dan maakt het uit welke ik waarin zit. Ik vind deze zo schattig. Dit lijkt wel zo'n soort, ik weet niet, het doet mij heel erg aan Medusa denken. Het is te groot. Hoe doe ik dat als het te groot is? Ah, dat maakt niet uit. Of zo. Oké. Maar die gaat erdoor wel. Nou ja, die kan voorlopig wel zo totdat die groter en breder is gegroeid. En dan deze, oh, die is ook zoiets grappig. Dit zijn ook weer dingen waar mijn kat echt niet mag aankomen. Ik vraag me af hoe groot die plantjes dan gaan worden en zo. Zo. Deze ziet er nu zo uit. Ja, deze even. Zo. Die had iets breder mogen zijn. Ja, of ik moet misschien even kijken of ik die ringen kleiner kan maken. Maar, oh nee, nu zit die vast. Oké, ja. Zo, ik ga die er gewoon zo een beetje in laten rusten. Oké, ik ga eventjes aan de slag met alles in mijn... ja, die zien jullie nu niet, maar in mijn super toffe... schapje, rekje, alles een beetje te stylen en eens te kijken hoe ik het er ga neerzetten. Dus ik ga jullie dat zo meteen laten zien. En dit is het uiteindelijke resultaat. Ik ben er echt super blij mee. Het is echt, ja, een beetje extra kleur in die kast. Aan de andere kant ook laten zien. Je ziet, ik probeer sowieso een beetje extra groen hier in mijn kantoortje te krijgen. De onderkant van die dingen ziet er iets minder uit op het moment, maar daar ben ik volop aan het werken. Ik ben ook aan het proberen om het aantal boekjes dat ik heb en pennen en co, om dat ook allemaal een beetje te gaan minimaliseren. Of iets verder te minimaliseren. Ik hoop dat jullie dit interessant vonden. Als je dit leuk vond, vergeet dan zeker niet om je te abonneren op mijn kanaal. Geef een duimpje omhoog en ik zie jullie graag de volgende keer. Bye!